President Chandrika Prasad Santokhi is door president Lula da Silva van Brazilië uitgenodigd in het kader van het project The Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America, IRSA. Deze informatie deelde Buitenlandse Zaken minister Albert Ramdin vandaag met journalisten voor aanvang van de ministersraadsvergadering. De minister merkt op dat er wordt uitgekeken naar het moment waarbij de staatshoofden bij elkaar komen. De Braziliaanse leiding, met name president Lula en president Cardoso, hebben daaraan gewerkt. Het IRSA-project is bedoeld om de integratie van in Zuid-Amerika te bevorderen door alle landen met elkaar in verbinding te stellen. Dus vaste oeververbindingen, wegen en al dat soort dingen. Infrastructurele werken, dat is voor een groot deel op gang gekomen. Die brug over de quarantaine moet je ook in dat kader zien. Het verbinden van landen met elkaar. Nou, nu president Lula weer aan de macht is, verwachten we dat hij daar actief weer op terug zal komen. Dus we wachten ook een beetje af. Ik kan u zeggen dat president Lula een ontmoeting heeft gepland in augustus met alle leiders van het Amazonegebied. Dus de 8 landen die onderdeel zijn van de Amazone. Pact, die zijn uitgenodigd, ook president Santokhi is uitgenodigd. En dat zal dus begin augustus zijn, waar hij waarschijnlijk zijn plannen zal uiteenzetten. En ik hoop dat dit terugkomt op de agenda. IRSA is een ontwikkelingsplan om de economieën van Zuid-Amerika met elkaar te verbinden door middel van nieuwe transport-, energie- en telecommunicatieprojecten. Het initiatief werd eind 2000 gelanceerd met deelname van de 12 landen van Zuid-Amerika die de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties vormen. Het wordt ondersteund door de Corporación Andina de Fomento, CAF, de Inter-American Development Bank, IDB, en het River Plate Basin Financial Development Fund, Fonplata.